De faculteit der medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft sinds gisteren de leerstoel fysiologie met de nadruk op homeostase. De leerstoel werd ingesteld na de oratie, oftewel inaugurele rede van Robert Biepert, met als titel Factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen, een fysiologisch concept. Homeostase is de constante toestand van evenwicht, in dit geval het constant houden van fysische, chemische en biologische factoren in ons lichaam. Wanneer deze verstoord raken, kunnen we ziek worden of kan het zelf tot de dood leiden. Professor Biepert gaat in op de uitdagingen waarmee onze homeostase verstoord kunnen worden. Het onderzoek van de intercellen leerstoel zal zich richten op het zoeken naar manieren waarop deze factoren op hun effecten kunnen worden geminimaliseerd. Heel belangrijk is dat wij methoden ontwikkelen om de negatieve effecten van klimaatverandering op onze gezondheid proberen te voorkomen of minimaliseren. Biepert ging tijdens een oratie ook in op het onderzoek dat wereldwijd wordt opgepakt door verschillende wetenschappelijke bladen. Het onderzoek is in Suriname uitgevoerd en gaat in op het wel of niet drinken van water tijdens het eten. In het onderzoek vertonen personen die gelijk water dronken met het eten van een berlinebol, die lekkere berlinebol van Fernandes, een significant hogere postprandiale glucose dan personen die alleen een berlinebol hadden gegeten. Logischerwijs kan worden aangenomen dat de extra glucose niet van het water afkomstig is, maar dat het water kennelijk de fysico-chemische eigenschappen van de maaltijd zodanig had veranderd dat de glucose makkelijker en sneller kon worden opgenomen. Daarnaast kon worden aangetoond dat dit effect ook minder was wanneer een half uur van tevoren een extra berlinebol was geconsumeerd. Het exacte mechanisme van deze waargenomen fenomenen is niet echt duidelijk. En dan ziet u dat als er geen water wordt gedronken en de berlinebol dus alleen maar in zijn eentje wordt opgegeten zonder water, dat een veel mindere belasting geeft dan wanneer er tegelijk met water wordt geconsumeerd. Dat is op tijdstip 0, water 0 minuut. Wanneer het water 30 minuten daarna wordt gebruikt, of 30 minuten ervoor, is dat effect dus veel minder. Eigenlijk is het ideaal om na 30 minuten pas te drinken. Professor Biepert kreeg zijn hoogleraarschap uit handen van de voorzitter van de ADECUS, Shanti Venetiaan. Biepert trad in 2015 toe tot het bestuur van de universiteit en is nu voorzitter opleidingscommissie van de medische faculteit.